Goedemorgen allemaal. Wat gezellig dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en het is vandaag Koningsdag. Echt wel heel eventjes weer een andere Koningsdag dan dat we normaal gewend zijn. En ik heb nu ook mijn vakantie en normaal gesproken zit ik dan altijd lekker in Spanje of Italië. Dus dit is mijn, ja, niet eerste Koningsdag thuis, maar wel in een lange tijd weer dat ik gewoon thuis zit. En ik ben vandaag ook home alone, want dan is het gewoon werken. En ja, beetje een saaie Koningsdag, zeg maar. Maar goed, we gaan er toch het beste van maken. Ik heb al wat oranjes aangetrokken. Dit oranje leuke rokje, want dat hoort er natuurlijk bij vandaag. Een beetje een oranje outfit. En ik ga zo meteen facetimen met mijn vriendinnen. En we hebben al lekker oranje drankjes in huis gehaald. Dus ja, zo gaan we er toch gewoon iets gezelligs van maken. Heb je zin in deze vlog, dan alvast even je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En ik ga jullie gewoon weer lekker de hele week in quarantaine meenemen. En dan kunnen jullie zien wat ik doe. Veel kijkplezier! Als het goed is, wordt het vandaag nog super lekker weer. 23 graden staat er op de planning. Dus ik had niet zo'n zin om erop te maken vandaag. Dus vandaag eventjes mijn make-uploze gezicht. Want ik wil gewoon even lekker in de zon gaan zitten. Dit is het outfitje wat ik vandaag aan heb. Lekker King's Day Proof. Rokje is van de nieuwe collectie van Delusion. En deze top is van vorig jaar van Naked. Dus de rommel van gisteren opruimen. En de was wil ik al eventjes gaan doen. Kijk, dit kreeg ik dus binnen via de post. Echt superleuk. Oranje bitter. Nationale toast. Op 27 april om 4 uur. Proost mee op het leven. De verbondenheid. Tegen eenzaamheid. Nou, ga ik zeker doen. Echt heel erg lief. Goedemiddag allemaal. Het is vandaag woensdag. En ik heb maandag eigenlijk niet zoveel gefilmd. En gisteren helemaal niks. Ik heb ook wel eens van die dagen dat ik echt gewoon geen zin heb om te vloggen. Dus ik heb de vlogcamera er ook eventjes niet bij gepakt. Ik had echt even dagen dat ik gewoon op de bank heb gezeten, tv heb gekeken, niet veel heb uitgevoerd en ook gewoon een beetje lui was, zeg maar. Maar vandaag heb ik me weer lekker opgemaakt. Papa is vandaag jarig, dus ik ga er zo meteen eventjes heen om een cadeautje te brengen. En ik heb vandaag TikTok echt helemaal uitgevonden. Superleuk, dus mijn eerste video daarop staat ook online. Ik zou het heel erg leuk vinden als je me volgt op TikTok. Ik zal de link al eventjes in de beschrijving zetten. Dit is de outfit die ik aan heb. Echt een super mooi jurkje. Van Naked met een hele mooie riem. Die hoort er ook bij. Met een printje. En hier, ja, valt hij een beetje open. Als een blouse model zitten twee van die. En, oh, het zijn nepzakjes wilde ik zeggen. Maar het zijn echte zakjes. Zakjes. Die jurk valt boven de knie. En ik heb er mijn laars onder aan van Redesigned. Dus dat is mijn outfit. I like it. What the hell is beauty mode? What does this do? Oh, damn. Okay. Okay. Nou, die video heb ik dus net opgenomen. Wel 3 keer of zo, zodat ik heel eventjes de leukste kan uitkiezen. Ik moet er echt nog heel eventjes aan wennen hoe het ook allemaal werkt en zo. Maar ik vind het wel grappig om het uit te proberen. Echt erg. Ik zei eerst altijd, oh, TikTok, dat is echt helemaal niks voor mij. Want ik dacht ook echt dat het alleen maar met dansjes was. Maar ik zie nu ook steeds meer fashion video's voorbij komen. En dat vind ik ook wel erg leuk. Dus daar ga ik me vooral op richten. Maar wie weet, ga ik nog ooit, laat de quarantaine mij ooit nog dansen. Zeg nooit nooit. Gemaakt voor papa. En die ga ik zo meteen meenemen. Had ik ook gedaan met Dennis' verjaardag. En dat vond ik toen echt zo leuk. En Dennis vond het ook echt heel erg leuk. Dat ik dacht, die kan ik nou ook wel meenemen voor papa. Foto's van ons erop. Iets liefs achterop geschreven bij alle kaartjes. En deze foto. Dat was vorig jaar in Italië. We zijn nu met papa en mama. Happy birthday. Happy birthday. Happy, happy. Ja, laat maar het weg even. Happy birthday. Wat gaan we eten? Chinese. Wat wil je eten? Wat wil je eten? Nee. Wat wil je eten als je... Chinees. Smaakt lekker, schat. Ik heb ook wel lang geleden. De laatste keer denk ik geweest toen... Met jullie? Ja. Waar is nog een... Ik weet wel wat hij aan het doen is. Hij is keihard aan het inzoomen om een lelijke foto van mij te maken, maar als ik hem wel lief kijk. Ik wil even van mijn neus gaat, dan wat? Wat wil je van mijn neus gaat een foto maken? Ja, knap vindt het vanuit ieder perspectief. Dat is lief, hè? Wat wil je nou? Van mijn onderkin? Nee, dat is waar.
Tijd voor een toetje. Lekker. Toblerone. Toblerone taartje. Wij zijn weer thuis en we hebben heel erg lekker gegeten bij papa en mama. Was super gezellig. En ik heb nog hele mooie bloemen van papa en mama gekregen. Die staan hier achter me. Zal ik zo ook wel heel even laten zien. Nu is het tijd om mijn make-up eraf te halen. En dan ga ik lekker nog heel even in bed tv kijken. En dan lekker slapen. Zie ik jullie morgen weer. Tot morgen. Kijk hoe leuk. Ik was dus nog op zoek naar wat moois voor in deze grote vaas. Want daar heb je echt wel wat hogere takken in nodig. En mama luistert altijd zo goed naar mij. Want ik had dat tegen haar verteld. Toen had ze deze dus voor me. Ziet er echt super mooi uit. Goedemiddag. Het is vandaag donderdag. Het is 1:30. En ik kom nog steeds in mijn pyjama rond. Oepsie. En ik dacht, laat ik eens even wat lekkers maken. Dus ik heb pannenkoeken gemaakt. Twee op elkaar. Eentje heb ik trouwens al op. En dit is dan het eindresultaat. Kijk hoe lekker dit eruit ziet met die siroop erop. En aardbeien. Ga ik nu lekker opeten. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. En voor de verandering heb ik me eens een keertje opgemaakt. Ik had even lekker zin om me op te maken. En papa en mama zijn hier. We zijn net bij de kweker geweest. Want we gaan de tuin aanpakken. Onze border is eigenlijk helemaal leeg, de achterste border. Daar is papa nu nog wat planten aan het uithalen die dood of niet meer echt zo mooi zijn. En we zijn net eens bij de kweker geweest om nieuwe plantjes te kopen. Die zijn nu nog super klein, maar ja, over een paar jaar zullen ze wel heel mooi groot geworden zijn. En staat de tuin lekker vol. En een volger op Instagram die had van mij een ontwerp gemaakt. Echt super lief, dankjewel. Van wat voor planten dat bij elkaar heel erg mooi staan. Dus we hebben die nu gekocht. Nou, papa en mama zijn er weer. Papa heeft net altijd het bezig. Weer een ander outfit. Dus. De werkmannen. De werkmannen ook nog echt. Ja, een beetje wel hè. Papa heeft net de grond, hoe noem je dat, gespit? Omgespit en bemest. Omgespit en bemest. En nu gaan we kijken waar alle plantjes komen te staan. Mama heeft al een heel mooi plant getekend. Ja. En we hebben dus net verschillende siergrassen gekocht en lavendel en nog bloemetjes. Wil je dit zeggen, mama? Ja, ik ben er weer, want we gaan weer naar het volgende project. Op afstand. Het volgende project is, ja even op afstand, het volgende project is de zolder. Dus je zult binnenkort zien wat het daar voor een paleisje wordt. Even before en after, want het is echt zo... Echt zo'n grote puinhoop. En ik zal jullie nog even laten zien hoe de tuin is geworden. Want die is ook heel mooi geworden. Super. Het heeft net al geregend. Dus dat is goed voor de plantjes. Oh, hier heb ik een pot met deze. Die vind ik ook echt zo mooi en gezellig. En hier hebben we dus alle plantjes geplant. Ze zijn dus echt nog super klein. Grasjes hebben we. En lavendel. En witte bloemen. Dus onze tuin wordt steeds mooier. En nu binnenkort hier nog een nieuwe tuin zet. En dan moet het zonnetje waarschijnlijk. Ja, we zijn aangekomen op de zolder. Ja, leuk hè mama? Je snapt al waarom ik hier nooit aan wil beginnen. Oh, ik zie nog een jas. Dat is misschien iets voor mij. Oh, weet ik al welke? Staat de kaartje nog aan volgens mij. Oh, dat is een leuke jas. Regenjas. Is dat een jas? Ja. Een regenjas. Nou, we gaan hier alle rommel opruimen. Kijk. Als je nog zin hebt. Het regent zo doen in een fel kleur. Ja, hè? Kan je goed hebben. Leuk. Ja, neem maar mee. Goed bezig met opruimen. Begint al ergens op te lijken. Leuk, mama? Geeft het een fijn gevoel? Nou, komt nog, hè? Komt nog. Ja. Maar toen deed ik deze doos open, toen dacht ik, oh my god. Had je nog schoenen nodig? Ja, echt niet te doen. Dus die gaan we nu even uitzoeken. Er zitten ook echt nog wel leuke schoenen in. Ja, heel veel leuke schoenen. Ja, deze hebben we nog best wel nieuw eigenlijk. Ja, die vond ik toen ook helemaal fantastisch. Ja. Glittershoes. Een hakje. Dus we gaan even... Oh, nee! Ik weet niet of we uitzoeken. Okay. Oh ja, maar deze slippertjes zijn er wel echt wel leuk. Oh ja, die hadden we in Italië en Spanje gekocht. Ja, deze. Ja, ja. Dus gaan we even uitzoeken. Ik ga het verhaal vertellen van deze schoenen. Deze schoenen, nou... Lieke wilde persen. Ze had een heel mooi jurkje gekocht. Dat was geslaagd. Voor mijn gala. En voor je gala wilde ze graag een mooie schoenen. Dus deze schoenen zocht ze erbij uit. Nou ja, je kent Lieke al een beetje. En weet dan, Lieke op hele hoge hakken. Nou, oké, ze moesten wel op het trapje moesten lopen. En het podium betreden. Ja, maar
maar hoeveel jaar geleden is dat nou? Dus 10 jaar geleden of zo? Nou, Mieke, passen nog even. Heel leuk. Oh, wie biedt? Nee, die kunnen gewoon niet weg, okay. Uit principe. Nee, dat is gewoon nostalgie. Nou, dat was snel uitgezocht. Ja, weggooien. Helaas. Deze gunnen we nog een tweede leven. En deze bewaar ik. En trouwens die slippertjes ook. Maar al deze leuke schoenen ga ik wegdoen. Ik heb gewoon echt veel te veel schoenen. Dus deze zijn ook nog heel erg leuk. Dus als je iets leuks ziet, stuur me even een berichtje via Instagram. Dan kun je het voor een leuk prijsje overnemen. Een weggeefprijsje. Een weggeefprijsje. Deze ook nog gewoon heel mooi eigenlijk. Die waren van Sasha's shoes. Ja, dat zijn zeker helemaal mooi. Echt een hele fijne opruim / klusdag gehad met mama. En ik zag er eigenlijk een beetje tegenop. Zeker om die zolder te gaan doen. Maar als je er dan mee bezig bent, geeft dat toch wel weer een heel fijn gevoel. En zeker ook als het dan weer netter wordt. Dus dat is heel erg fijn. Het is zeker nog niet klaar. We gaan volgende week verder, vervolg. En dan gaan we alles super netjes maken. En ik heb ook nog wat kleine cadeautjes gekocht. Want ons buurjongetje is vandaag jarig. En buurmeisje was een paar dagen geleden jarig. Dus daar hebben we wat leuke dingen voor gehaald net. En die gaan we zo meteen even sprengen. En dan gaan we lekker eten, want ik heb honger. Kijk, en dit heb ik gehaald. Leuke dingen om buiten te spelen. Een waterpistool. En deze zag ik, die vond ik ook echt super leuk. Een bellenblaaszwaard. Echt heel erg leuk. Stoepkruid is eigenlijk altijd wel goed. En dit leuke balletje om mee te spelen. We hadden net de cadeautjes gebracht. En ze vonden het echt super leuk. Dus dat was echt heel erg leuk. En ik wilde jullie nog heel even wat laten zien wat ik net had gevonden toen ik de zolder aan het opruimen was. Dit fotoboekje van 2013. Oh my god, Dennis en ik kennen elkaar gewoon al zo lang. En dat staat echt helemaal vol met leuke foto's. En ik wist helemaal niet meer dat we die hadden. Dus dat vind ik altijd zo leuk aan fotoboekjes. Dat je het dan nog terug kunt kijken en kunt lezen. Ik zal het zo meteen wel heel even laten zien. Ik heb trouwens de hele avond escape room gespeeld met mijn vriendin. Dat was ook heel erg leuk. Een online escape room was dat. Toen zaten we met z'n allen te facetimen en tegelijkertijd die puzzels op te lossen. Dus allemaal. Ik zal de link wel heel even in de beschrijving zetten. Een vriendin van mij had dat gevonden. En dat is gewoon gratis. Niet gesponsord of zo natuurlijk. Maar ik wil dat met jullie delen. Ik dacht misschien vinden jullie dat ook wel leuk om met je vriendin te doen. Ja, dus die duurt wel heel erg lang. Volgens mij tot 10 uur. Maar gisteren hebben we 1,5 of 2 uur gespeeld. Nou, zo zagen wij er dus 7 jaar geleden uit. Echt zo leuk. En allemaal foto's van ons. Toen hadden we echt net verkering. Happy face. Wacht, hier waren ook nog leuke volgens mij. Ah, kijk nou hoe verliefd en leuk. En ik heb ook overal wat bijgeschreven. Super leuk om te zien. Toen had ik echt nog volle haren. Hier heb ik helemaal geen extensions in. Ah, ook nog donkerdere haren. Nu heb ik echt de haren gekregen. En toen gingen we ook voor de eerste keer naar Disneyland Parijs. Ook echt super leuk. Hele mooie herinneringen om allemaal op terug te kijken. Trouwens een nieuwe ring om. Lovely, die is van Rocky Rosa. Echt heel erg leuk. Kijk nou. Oh. Super veel fotootjes. Met papa, mama, Jelle. Ah! Slapen. Echt een heel leuk boek om op terug te kijken. Echt leuk. En ik heb de tafel net gezellig gedekt. Dennis komt zo meteen dus terug. Kaarsjes aangedaan. Deze kaars ga ik zo meteen ook aandoen. Voor de eerste keer. Deze ruikt echt heel lekker. Blueberry. Blackberry. Ruikt weer echt een beetje winter, zeg maar. Naar kaneel en super lekker. Zie. De friet, man. De frietman. Lekker hoor. Ziet er heerlijk uit. Beetje zout erop. Beetje mayo, een beetje satésaus. Dat wil Dennis een frietje. Ik doe een beetje mayo. En ik heb altijd een kwekkenboomkroket. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Lekker weekend. En ik heb echt zo lekker geslapen. Ik heb echt weer even lekker uit kunnen slapen. Het is inmiddels 11 uur. En ik ben opgemaakt en wel en helemaal klaar om naar de winkel te gaan. Ik ga even boodschappen doen voor de komende week en daarna ga ik richting Eindhoven, want ik heb een heel erg leuk diner besteld om Dennis te verrassen. En dan gaan we vanavond lekker hier thuis uit eten. Ik ga het vanmiddag al ophalen, dus volgens mij is het de bedoeling dat je dan 's avonds weer opwarmt. Dit zijn de boodschappen die ik deze week heb gehaald.
Ik heb weer allemaal lekker drinken. Dit vind ik altijd super lekker drinken. Water met een smaakje. Verschillende soorten smaken. Vers geperste jus d'orange voor morgen bij het ontbijt. En ik ga wel lekker bruschetta maken. Dat was zo goed in de smaak gevallen. En ik dacht, deze croissantjes ook wel lekker voor morgen bij het ontbijt. En ik ben echt een ijsjesmonster. En toen zag ik deze staan en toen dacht ik, die wil ik echt eens uitproberen. Dus ik heb deze ijsjes meegenomen. Ik haal normaal het Cornetto, maar ik dacht, ik ga ook even gewoon een keertje de Jumbo variant proberen. Misschien is die net zo lekker. En deze Snicker Crisp. Oei oei, echt veel ijsjes. En deze zijn voor Dennis. En nog meer tomaten. Lekker kaas. Ik heb echt van alles gehaald. Rucola. Eieren. Deze is echt super lekker, deze mozzarella. Dus die ga ik ook lekker bij de tomaten een keertje doen. Verschillende kaasjes. Ik heb ook nog brie gehaald. En ook nog zo'n kaasje wat Dennis heel lekker vindt. Ik weet niet waar die nou zit. Oh, hier tussen. Die vind ik dus echt heel erg stinken. Maar Dennis vindt die echt super lekker. Camembert. Dus die kunnen we lekker bij de wijn gaan eten vanavond. Lekkere hapjes. En nog een Spaanse worst. En dropjes. En Dennis een blikje cola weer. Mijn Patty Rent. Dennis een yoghurtjes. En nog meer drinken. Eieren. Nog wat afbakbroodjes hieronder. Dus ik ga nu alles inruimen. En dan knip ik even met mijn vingers. En dan is alles weg. En het is weer netjes. Super fijn. Ik heb alles ingeruimd. Ik ben weer thuis. En het begon in één keer super hard te regenen. Echt super vies weer. We hebben tot nu toe alleen nog maar lekkere zon gehad. Dus ik mis de zon. En ja, ik ben echt heel erg benieuwd naar de box. Ik ga hem jullie zo meteen wel heel eventjes laten zien. Dennis en ik hebben net al heel eventjes gespiekt. Omdat we benieuwd waren hoe het eruit zag. Maar het ziet er echt super goed uit. Dus ik hoop dat het goed gaat met klaarmaken en zo. Maar ik heb er alle vertrouwen in. En wie weet gaan we dat dan wel vaker doen. Oeh, kijk eens hoe leuk. Er is een hele grote doos binnengekomen met mijn bestelling van Xenos. Zo wil ik de plastic kapot maken. Maar hier alvast een kleine sneak peek. Want ik ga dus binnenkort een badkamer makeover doen. Dat ga ik natuurlijk ook aan jullie laten zien. En ik heb allemaal leuke dingen besteld. Rieten dingen, rieten manden, bankje. Echt heel veel leuks. Dus binnenkort meer daarom. Een chille outfit voor vandaag. Lekker comfy pakje. Ik vind dat heerlijk als ik dan toch thuis ben en niet heel veel ga doen. Kijk, dit is de earcuff. Echt super leuk. Je kunt die gewoon eromheen schuiven. Ik pakte hem niet echt. Ja, nu wel. Met allemaal leuke steentjes. Dus ik heb hem aan één kant. Dat vond ik wel leuk. Gisteren toen ik dus de zolder aan het opruimen was, toen vond ik nog een hele mooie doos met stenen. Ik spaar eigenlijk sinds vroeger al edelstenen. Ik ben er echt dol op. En die vond ik toen in één keer weer. Dus die heb ik meteen weer naar beneden genomen. En ik heb een paar stenen ook alweer een mooi plekje gegeven in huis. En dat wil ik jullie nog heel even laten zien. En dit is dus de doos met stenen die ik vond. Echt allemaal stenen die ik vroeger heb gespaard. Kijk hoe mooi. Ik blijf dit gewoon mooi vinden. Ik was ook helemaal verrast toen ik die doos vond. Met al die mooie stenen. En even kijken waar mijn eerste steen is. Dat was deze. En die hoort volgens mij ook bij mijn sterrenbeeld. Boogschutter. Er zit echt super veel mooi in. En ik heb sommige ook al een mooi plekje gegeven. Bijvoorbeeld hier. Deze had ik natuurlijk al. En deze had ik dus weer gevonden. Echt, I love it. Wie wordt er ook zo vrolijk van stenen? Ik vind dat echt heel fijn om die in huis te hebben. Kijk, deze is ook mooi. Past goed bij mijn outfit van vandaag. Dit vind ik ook echt een heel erg leuk hoekje, zo met die bloemen. En dan heb ik hier nog een andere steen liggen, een roze kwarts. Vind ik ook echt prachtig, zo dat roze. Staat ook heel leuk bij elkaar. En dit is dus een weerbeeldje. En deze heb ik een keer in Italië gekocht. En die voorspelt het weer. Dus als het lekker weer wordt, dan wordt die blauw. En dit pakketje had ik nog binnengekregen van Yolanda. Van het merk Marcus Spurwave. Echt super lief, dankjewel. Met hele lekkere geuren. Ik heb deze net al eventjes geroken en die ruikt echt super lekker. Dankjewel. Ik weet niet waarom het mij dus echt nooit lukt om deze kamer netjes te houden. Maar goed, dat ga ik morgen wel eventjes opruimen. En nu ga ik kijken wat ik aan kan gaan trekken voor onze date night. Voor ons dinertje. Dit vind ik wel een heel leuk jurkje. En aan deze kant heb ik eigenlijk al mijn jurkjes hangen. Deze vind ik ook echt super leuk.
Misschien dat ik die wel aandoe. Ik weet nog niet zo goed waar ik zin in heb. Deze is ook leuk, die rode. Met een glittertje erin. Of gaan we voor een snake print. Is ook echt nog een mooie. Die zou ook wel kunnen. Ik heb me eventjes omgekleed. En dit is de look die het is geworden voor vanavond voor onze dinner night in. Lekker uit eten thuis. Ik vond het wel leuk om me dan gewoon weer gezellig aan te kleden. En een leuk lookje aan te trekken. Het jurkje dat ik aan heb is van Nikki. Met een heel erg leuk snake printje. Riem van Gucci. Laarsjes van Josephie. En ik heb dus hele leuke oorbellen ingedaan van Rocky Rosa met die earcuff. En deze die had ik al, maar ik vind dat echt super leuk staan samen. Dus ik ben helemaal ready en ik ga zo meteen laten zien aan jullie hoe ik het diner ga bereiden. Zin in. Nog even een lekker geurtje opgedaan. Mijn lievelings. Dit is echt mijn favoriet. En die doe ik eigenlijk met speciale of leuke gelegenheden op. Dus ik heb die nu lekker opgedaan. Ruikt zo lekker. En dit is dus de box die we hebben van barrestaurant Tijn. Bij Parkzicht. En dit is het menu. We konden dus kiezen uit steektartaar. Of tartaar van makreel. Nou, Dennis en ik hebben allebei van steektartaar gekozen. En viande of iets van vis. Hebben we voor de gegrilde dunne lende gekozen. En er zit ook nog een lekker toetje bij. En zo ziet de box er dus van binnenuit. Er zit ook nog een heel lief kaartje bij. Bedankt voor je bestelling. We hopen dat jij en Dennis ervan gaan genieten. Nou, dat gaat vast lukken. Deze wijn hebben we erbij. En er staat ook iets over geschreven, dus dat is wel heel erg leuk. Je kunt er ook echt van alles over lezen. En hier staat dus een briefje hoe je alles moet bereiden. De rundertartaar en de lende. Eigenlijk voor alles. En hier zie je dan hoe het er nu uitziet. Dit is dus de steektartaar. En hierin zitten onze hoofdgerechten. En dit is voor het toetje. Hieronder. En ik heb er dus ook truffelsaus bij besteld. Die lijkt me zo lekker. Ik ben echt dol op truffelsaus. Dus ga ik eigenlijk ook even proberen. Als eerste ga ik de tafel dekken. Die ziet er nu nog zo uit. Deze bloemen zijn trouwens echt al mooi aan het uitkomen. Prachtig. Dus gaan we het hier gezellig aankleden. Het voorgerecht staat klaar. Het ziet echt super gezellig en lekker uit. Als voorgerecht hebben we dus de steektartaar. En lekker een wijntje erbij. Net echt uit eten. Alleen dan thuis. Het voorgerecht was echt super lekker. Steektartaar kon ik zo op een bordje leggen. Eventjes wat sla erbij. En die crispy kaas erover, zeg maar. En toen was het al klaar. En nu zit het hoofdgerecht in de oven. Je kunt zelf kiezen hoe lang je het wil. Of je het medium rare wil. Of wel dan. Net wat je lekker vindt. En wij vinden medium rare altijd heel lekker. Medium ook wel. En dan hebben we hier het hoofdgerecht. Ziet er lekker uit? Heerlijk. Het is zeker wel lekker. Ik ben heel erg benieuwd. Lende met asperges, een rozemarijnsausje, aardappeltjes en tomaat. En hoe vond je het dinertje? Heerlijk. Leuk? Echt wel lekker gegeten. Dat is gezellig, hè? Mm-hmm. En nu doen we dadelijk lekker een toetje op de barbecue. Nee, op de bank. Oeh. Ik wil bij je bruin als je naast mij staat. Of jij weet. Dat is gewoon zo flauw. We gaan lekker. Ik kan me iets herinneren, vorige week heb je heel de week in de zon gelegen. Ja, nou. Kan dat dan? Ja, vind ik niet. Jij wordt gewoon super snel bruin. We gaan lekker verder met de serie kijken. Ik zie jullie morgen weer. Maar hoe? Oh nee. Ik vraag me altijd af, maar hoe zie jij hem? Nee. Hun ja. Zien jou, maar hoe zie jij hun? Nee, ik ga ook bij deze de vlog afsluiten trouwens. Ik heb geen zin om morgen te vloggen. Bij deze ga ik de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie dit een gezellige vlog vonden. Vond je deze vlog leuk? Dan zeker even je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie, zien jullie mij de volgende keer weer. Dank voor het kijken. Doei doei. Ciao. Ciao.